het MBO in Nederland. Sinds 1996 bestaat de huidige vorm van het MBO. Ruim 500.000 studenten hebben het afgelopen jaar gekozen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het MBO biedt dan ook een wijd scala aan opleidingen aan. Er zijn drie type aanbieders van het middelbaar beroepsonderwijs. 1. De regionale opleidingscentra. 2. De agrarische opleidingscentra. En 3. De vakscholen. De regionale opleidingscentra zijn de bekendste, ook wel de ROC's genoemd, en die hebben vaak een breed scala aan opleidingen. Naast het vakgebied is ook het niveau waarop het diploma wordt behaald belangrijk. Er zijn 4 niveaus in het MBO. Niveau 1 is de entreeopleiding en dat is bedoeld voor jongeren zonder diploma van een andere vooropleiding. Niveau 2 is de basisberoepsopleiding, duurt 1 à 2 jaar en bereidt studenten voor op uitvoerende werkzaamheden. Niveau 3 is de vakopleiding, duurt 2 tot 3 jaar en daarin leren studenten zelfstandig te werken. En daarna heb je nog niveau 4 en dat is een middenkaderopleiding. En die is bedoeld voor aankomende bedrijfsleiders of activiteitsbegeleiders. Ten slotte, de wijze waarop de MBO-opleiding wordt uitgevoerd. Er zijn 2 varianten, de BBL en de BOL. De BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en de BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Het belangrijkste verschil zit in het feit dat de student in een BBL-traject een arbeidsovereenkomst heeft en vaak maar 1 keer per week naar school toe gaat. Een student van een BOL-traject heeft een juridische status van een student en gaat gewoon naar school toe. Daarnaast heeft hij dan ook stages. Hierdoor heeft een BOL-student recht op een studiefinanciering, terwijl een BBL-student dat niet heeft. Tot zover een algemene inkijk hoe het MBO in Nederland is georganiseerd.